tabletop oefening is een oefening die we eigenlijk spelen op tafel. Het is een plattegrond van een afdeling waar we heel simpele Lego poppetjes op zetten. En er komt een heel klein vlammetje, een Lego vlammetje, op tafel te staan. Waarna we de verpleegkundige vragen, oké, dit is de brand en hoe ga je nu handelen? Dus met de Lego gaan we ontruimen op de tafel. Wat we gaan doen is, degene die een poppetje hebben, die zetten nu hun poppetje waar je 's morgens om 10 uur bevindt. Op de zaal. Op de wc. Goed. Er komt een brand. En we hebben natuurlijk al snel een klein beetje rook. Ja? Gijs, wat ga jij doen? De ene moet bellen en de ander moet dat ding inslaan en ik haal de patiënt van de ding. Oké, wie ging er bellen? Oké, jij gaat bellen. De receptionist heeft dit handboekje. De telefoon gaat over, ze nemen de alarmtelefoon aan. Ze beginnen bij de eerste pagina en hier staan een aantal vragen op. Die gaan ze jou stellen. Als ze deze vragen beantwoord gekregen hebben, dan gaan ze kiezen voor het scenario brand. Daar zitten nog 5 vragen aan die ze gaan stellen. Vergt dat veel tijd? Ja, dat vergt hartstikke veel tijd. Dan kan beter de secretaresse dat doen, of niet? Is het belangrijk dat die vragen beantwoord worden? Ja. Wat denk je dat de brandweer vraagt? Of de 112-centrale? Precies dezelfde vragen die de receptionist jullie vragen. Wat brandt er? Wat voor afdeling is dat? Hoeveel patiënten zijn er? Wat mankeert die patiënt? Dat willen ze weten. Want anders komt er niet, als het een zware afdeling is, waar heel veel patiënten vervoerd moeten worden, dan komt er niet 1 auto, dan komen er misschien wel 2, misschien wel 4, misschien wel 6 wagens. Het voordeel van een tabletop oefening is dat het heel overzichtelijk is voor de verpleegkundige en een hele veilige manier van ontruimen. Je hoeft niet direct met echte patiënten aan de gang. Je kunt heel veilig ontruimen. Gaat het niet goed, zet je gewoon de poppetjes terug, doe het gewoon nog een keer, gaan de dingen fout, allemaal helemaal niet erg. Gebeurt niks, je zet alles weer terug en je doet het nog een keer. Verpleegkundigen kunnen heel simpel vragen tussendoor stellen. Het lokt discussie uit. Je kunt discussiëren over de vorm, over de waarom gaat het zo. En het maakt de verpleegkundige heel snel duidelijk wat er moet gebeuren en wat de problemen zijn. Lia en Gerda. Hier naartoe. Kom, gauw. Gerda, weer. Oh, jee, die brand wordt steeds meer, joh. Okay. Goed. Wat is nog meer belangrijk in dit geval? Rustig blijven. Rustig blijven en communicatie. Dus communiceer met elkaar. Zorg van elkaar dat je weet wat je doet. Zorg dat je weet, eerst moet deze hoek leeg, dat is jouw schone taak. Die hoek moet eerst leeg. Gaan we daar langs, zo snel mogelijk naar buiten. Wat zou de eerst veilige plek zijn? Achter die brandweer en de scheiding die we net bekeken hebben. Ja, zet ze daar maar neer. Nou, oké. Laat ze daar de bedjes maar heen schuiven. Een tabletop blijft hangen omdat het visueel is en overzichtelijk is. De tabletop oefening gaf heel veel discussie. En dat is heel prettig, want dan weet je ook hoe andere collega's erover denken. En dan kan je gelijk zien en kijken hoe het dan misschien in het echt zal gaan. Dus dat is heel overzichtelijk, maar ook chaotisch. Zien we hoeveel er geregeld moet worden? Stel je nou voor dat het daar brandt en je moet dit allemaal regelen. Er is ontzettend veel te regelen wat je moet doen. We staan nu eigenlijk al een paar minuten staan we te overleggen hoe gaan we het doen. En die tijd heb je niet. Je moet heel snel met die patiënten weg. Nu zie je van, hey, verrek, er staat een kar in de weg. Ja, maar de kapotte machines staan hier. En ik moet ontruimen. Ja, en dan staan ze dus eigenlijk in de weg. Hè? Dus nu zie je, dat spul wat op de gang staat, staat eigenlijk in de weg bij een ontruiming. Weet je wanneer er een brand komt? Je weet het nooit van tevoren. Wist je het maar. Wist je het maar. Goed, wat we nu gaan doen. We gaan dat wat we net op de tafel gespeeld hebben, gaan we nu eigenlijk op de afdeling zelf doen. Gemma die gaat jullie zo meteen blind kaartjes geven. En het rolletje wat erop staat ga je straks spelen. Als je patiënt bent, dan neem je daar even zo'n stukje slang mee. Dat stukje slang plak je aan de machine vast en even op je arm. Ja, de oefening na de tabletop verloopt eigenlijk heel goed. Want je ziet toch dat de elementen er weer inkomen, zeker in het begin. Het bellen van het alarmnummer, het inslaan van de brandmelder. Het in eerste instantie organiseren wat er gedaan moet worden. En dan zie je eigenlijk dat het
dat het toch heel snel de afdeling leeg is. Helen! Calamiteit toestel met Victoria. Welk nummer ben je bereikbaar? Zijn de slachtoffers? Ik ga verder alarmeren. Oké, daar. Ik kan helemaal niet zonder iemand komen. Samenwerking met de brandweer is heel goed. Heel veel contact met de brandweer. De brandweer weet van ons wat onze BHV kan en onze verpleegkundigen kunnen bij een brand. En wij weten wat de brandweer kan. En daarop zijn eigenlijk de ontruimingen op elkaar afgestemd. Het meest verrassende vond ik dat je toch die deuren dicht moet doen. Omdat dat rook geeft en je hebt het idee dat iedereen snel weg moet. Dus je wil eigenlijk heel galant zijn en die deur open laten. Maar dat is dus totaal niet de bedoeling. Dus dat zit er nu wel in hoor. Is iedereen weg? Ja, iedereen is weg. Ja, dan gaan we weer. Ja, dan gaan we weer.